Goedemiddag. Wij zijn van de WOS en we gaan langs de deuren met de vraag van wie ben jij erheen? Oké, ik ben Koos van Schie, zoon van Kees van Schie. En mijn moeder heette Van Winden uit Delfgauw. Boerenzoon, alles was boer. De moeder was een boerendochter en mijn vader was een boerenzoon. En ik ben geen boer, maar ik hik er een beetje tegenaan. Oké. Maar kom binnen zou ik zeggen, waarom niet? In dit huis woont mijn broer nu, maar het is gebouwd in, door mijn overgrootopa. En die is geboren in 1831 en die heeft deze woning laten bouwen in 1855. En na die opa, die heette Koos, was er nog een Koos daarna. En daarna was er een Kees en dat was mijn vader. Dus ik ben eigenlijk Koos van Kees van Koos van Koos. En de eerste Koos die heeft deze boerderij gebouwd. En die, al de hele familie heeft deze boerderij onder de hoede gehad. Ik woon eigenlijk in onze dijk, maar hier ben ik gestart. Hier ben ik geboren en hier ben ik gevormd, kan je wel een beetje zeggen. Ik heb hier, als kleine jongen liep je natuurlijk altijd tussen de koeien. Je liep in de polder, je liep in de baggersloot, het maakt niet uit waar je liep. Je probeerde altijd wat te verdienen. Mijn eerste klusje was schil ophalen voor mijn vader. Dan kregen we een dubbeltje voor een keer schillen. En dan gingen we een ijsje kopen bij Truus Gerrits hier in Quinsheul. Dat was de plaatselijke ijsboer. Dus dan kon je van een dubbeltje nog een ijsje halen. Ik ben eigenlijk in de kassenbouw terechtgekomen bij een bedrijf in Naaldwijk. Een gerenommeerd bedrijf wat inmiddels over de hele wereld kassen bouwt. Dus ja, dat komt dan op je pad en dat bevalt je. En daar zitten we inmiddels 36 jaar. Kom je ook in andere landen? Ik kom in weinig landen ben ik eigenlijk nog niet geweest. Ik ben een bereisd persoon. Ik vlieg veel, ik rij veel. Ik rij gemiddeld 50.000 per jaar kilometers en ik vlieg ook 50.000, 60.000 kilometer per jaar. Ik heb gezeten in Siberië, ik heb gezeten in Korea, ik heb gezeten op de Rocky Mountains in Canada, ik heb in Amerika gezeten. Zo'n beetje alle landen van Europa. Kun jij iets vertellen over je ouders? Wie was jouw vader? Mijn vader was boer in hart en nieren. Je hebt altijd veel gesjouwd met de koeien, gemolken. Hij was de laatst melkende boer in de gemeente Wateringen. Hij is in 2000 is hij gestopt en hij was de laatste boer die in de gemeente Wateringen koeien molk. Dat is op een gegeven moment is dat ook de WOS is daar geweest. De burgemeester was er uit Wateringen. En nou ja, we hebben toen hier in de stal hebben die laatste koe hebben gemolken. Dat was eigenlijk het einde van het hele melkgebeuren hier in de gemeente Wateringen. Als je nagaat dat er hier zoveel boeren in de omtrek gezeten hebben. En je bent dan de laatste, zeg maar. Ja. Met weemoed. En er zat gigantisch veel boeren. Het was een en al boer. Er zat in Quinsheul alleen. Hiernaast zat een boer. Hier schuin tegenover zat een boer. Je ging de hele brug ging je over. Er zat een boer links. Er zat een boer rechts. Het zat als ene weg met alleen maar boerenbedrijven. Die allemaal molken. Gigantisch van melk. Werd hier toen de tijd weggesleept. Ja. Kun je eens een rondleiding geven? Ja, ik ga je laten zien wat er hier allemaal te zien valt. En als je hier, had je de oude stal, die nog steeds oud is, maar aardig gesteld. En dan stonden hier de koeien, rechts en links, een rij. Die stonden tussen de palen. Op dit plek hier, waar die trekker nu staat, waar die fort staat, daar is de laatste koe gemolken toen de tijd. Ja, met burgemeester Langemeijer erbij, ja. Dit is nieuw neergegooid en dit is allemaal nog het oude spul wat er zoals het vroeger ook stond. Dus dit is, laat maar zeggen, 100 en... hoe oud zijn we? 158 jaar oud. Ja. Wat heeft die boerderij hier nog meer meegemaakt? Nou, behoorlijk wat. Ja, ja, ja. In de oorlog is hier wat een en ander gebeurd. Toen zijn er voor de woning zelf zijn er een aantal bommen neergekomen. Die zijn uit Engelse vliegtuigen gevallen. Ik meen totdat in de nacht was van 1 op 2 juli. Ik ken er een maatje naast zitten, maar het was rond die tijd, in 1940. Toen werden op een gegeven moment de Engelsen die werden beschoten door de Duitsers. En ik dacht op een gegeven moment, ja, ik wil naar huis. Maar met zijn vracht bommen achter in mijn kontzak, laat ik ze liever even vallen. Dus die lieten ze op een gegeven moment lieten ze die vallen. En die kwamen toevallig hier voor de woning terecht. De woning was behoorlijk gehavend, de groot gedeelte van het dak was eraf, de deur hing erbij, het glas was eruit, het was een beetje een rommeltje. Ja.
Ja, dus er was een hele strijd om dat toen de tijd weer op te knappen. Nou ja, wat je nu ziet, dat is natuurlijk dat is een plaatje van een boerderij. Die is natuurlijk helemaal opgeknapt door broer Ben. Je hebt het hele spulletje, het is helemaal opnieuw gevoegd. Er zijn nieuwe stukken metselwerk ingegaan. Deze muur is helemaal opnieuw opgetrokken. Er zijn nieuwe goten opgegaan. Het dak is er af geweest helemaal. Het dak is er helemaal opnieuw opgegaan weer. Dus ze hebben al een beetje handen en voeten is dat eraan te pas gekomen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Jij reist heel de wereld af, ja? Maar zit er dan niemand thuis op jou te wachten? Nee, op dit moment niet. Nee. Ik heb drie schatten van kinderen die hebben de eigen weg gevonden, zo links en rechts. Dus die hebben op dit moment de vader niet zo hard nodig. Nee. Het is leuk als ze er zijn en als ik in de buurt ben, dan komen ze op visite. En we zien elkaar regelmatig, we spreken elkaar regelmatig. Maar ze hebben een beetje het eigen pad gevonden. Ja, en ik zit zelf natuurlijk... Op dit moment ben ik niet van thuis, dus ja. Je reist heel de wereld over. Missen ze je dan niet? Ja. Dat hoor je ze niet zomaar zeggen. Hè. Tenminste, dat merk ik niet, dat ze me missen. Nee, ze vinden het leuk als ik er ben. En het past, het lukt, het loopt zoals het loopt. Hè. Geen probleem.